Ik sta niet zo sterk in mijn schoenen als bijvoorbeeld een man als Johannes Brahms, die ook ontzaggelijk veel lof geoogst heeft en ook verguizing gekend heeft. En die dat alles met zo'n grote waardigheid en zo'n grote karaktersterkte langs zich heen liet gaan, omdat hij wist wat hij waard was. Zo is het helaas met mij niet. Ik ben nog altijd zielsgelukkig met lof en ik ben nog altijd bedroefd over verguizing. Toch geloof ik, en dan zal ik mezelf weer een pluim op de hoed steken, ik geloof dat ik te veel gezond verstand heb om een verwaande gek te worden. Ik heb eigenlijk te weinig tot stand gebracht. Als ik zie hier in Hilversum bijvoorbeeld, dat ik in de laatste 20 jaar toch eigenlijk alleen maar 1 nieuwe idee heb gelanceerd. Dat was die idee van het beëindigingsplan. Maar eigenlijk niet veel nieuws meer gebouwd heb. Ik heb hier niet tot stand kunnen brengen een cultuurcentrum waaraan zo'n gemeente zo'n zielsveel behoefte heeft. Al die schone dromen zijn dromen gebleven. De enige hulde die een architect eigenlijk van nature verlangt, is dat men hem gelegenheid geeft om zijn taak als scheppend kunstenaar te vervullen. Ik hoop dus dat ik nog gelegenheid heb in mijn leven. Ik weet natuurlijk, iemand die 70 jaar is, heeft niet zo heel veel tijd meer. Maar ik hoop toch altijd nog dat ik morgen mijn meesterwerk zal maken. Nou, het is ongeveer 10:30 en ik wilde maar beginnen. Niemand heeft iets met Dudok eigenlijk in de basis. Dit is over 100 jaar is dit er nog. Zeg ik als, als voorspeller. De grote kwaliteit is dat hij vooral zichzelf is gebleven. Hij is zichzelf en zichzelf gebleven. Dudok ontwierp het totaal tot in detail. En dat is ook de kracht en dat zie je. Ook mensen die er niet op letten, zien dat, want er zit een continuïteit in het hele verhaal. Eigenlijk wil je dat het stilstaat in de tijd en dat er niks verandert. Maar als je wilt dat het gebruikt wordt, dan moet je ook op bepaalde concessies doen. Ja, ik vind het zelf ongelooflijk leuk en heel mooi dat het er nog altijd is. Dat men zich kan onderdompelen in architectuur die verdampt is in muziek. Ik wil jullie eerst hartelijk welkom heten namens de seniorenvereniging Zenfer. En mijn naam is Marjan Leeflang en ik mag jullie rondleiden door de bloemenbuurt. Ik wou eventjes hier naar de overkant gaan en dan hier op de hoek bij de bomen gaan. Bij de bomen van het park hier. Denk even met oversteken overal waar we zijn. Dat moet ik zelf ook even opletten, want we zijn met een redelijk grote groep. In het begin van de 20e eeuw nam de werkgelegenheid in Hilversum heel erg toe. En dus door zeg maar, de tapijtfabrieken en verffabrieken. Daarvoor waren veel arbeidskrachten nodig, die kwamen van het platteland.
En dat de gemeente blijkbaar echt zeg maar, een gevoel had van we moeten deze mensen op een zorgvuldige en betaalbare manier huisvesten. Nou ja, en Dudok zeg maar net in dienst bij de gemeente dus deze opdracht kreeg en op een prachtige manier heeft uitgevoerd. Echt top. Dit is een voorbeeld van beschaving is dit. Dus ik ben heel erg trots op de Nederlandse volkshuisvestingen dat wij in Nederland altijd veel aandacht hebben besteed aan betaalbaar wonen voor mensen met een kleine portemonnee. Nou, dit is echt een prachtig voorbeeld ervan. Kijk, voor hetzelfde geld maak je zo'n deur vlak, dat schildert veel makkelijker. Hier kan ook best zeg maar, een rechthoekig raakje, maar dit zijn nou net van die accenten die het bijzonder maken. En de gedachte daarbij van Dudok was ook dat mensen trots moesten zijn op het huis waarin ze wonen door dit soort bijzondere detailleringen. De gevel die wordt een paar keer doorbroken door die kopgevels eruit te laten komen. Het is veel simpeler om zeg maar, dat allemaal door te laten lopen. Zo'n mansarde kapje, zo'n geknikt kapje over de hele lengte. Maar dit maakt het juist minder massaal. Dus dit maakt het allemaal aaibaarder, dat je je prettiger voelt. Het is alleen wel een vrij dure manier van... Ik denk dat dit best een duur plan is geweest. Dus in relatie tot... Dus dat het een hoge investering was in relatie tot de huren die hier zeg maar, werden betaald. Dus het is een onrendabele investering geweest van de gemeente, zou je kunnen zeggen, als het gaat om het vastgoed. Maar in de zin van economische ontwikkeling en nou ja, dus de verheffing van het volk is het natuurlijk een hele mooie investering. Hij had twee dingen, dat kom je niet zoveel tegen. Dus het was een hele goede stedenbouwer. Maar het was ook een goede architect, een toparchitect. Ik bedoel, het raadhuis is gewoon van, dat is wereldarchitectuur. Kijk, van deze woningbouw kom je ook wel meer tegen. Alleen het is heel bijzonder dat hij op dat moment, het begin van de 20e eeuw, met dit soort ontwerpen kwam. Dus dit is vooral in zijn tijdsbeeld heel interessant. En het raadhuis is gewoon een tijdloos gebouw. Dat is gewoon een wereldmonument. Dus die twee kwaliteiten, hè, van stedenbouwer en architect, waarbij die hier dus blijkbaar ook de ruimte kreeg, omdat, hè, dat is zo knap van zo'n college, dat je zo'n man de ruimte geeft om dat te doen. Ik werk hier nu een jaar en ik ben hier sinds mijn trouwen niet meer geweest. Dus dit is het eerst in 16,5 jaar dat ik hier weer sta. Dat is wel heel grappig. Dan zie je de getuigen weer daar zitten en dan zie je jezelf daar zitten hand in hand. De avondsfeer van Dudok. Alleen dat feit dat hij die stoelen erbij ontworpen heeft en de hele verticale. En het is ook wel een tijdgeest die je hier voelt. Ja. Nou, dat geeft wel even extra cachet aan je werk, hoor. Het is toch wel een feestje om 's morgens binnen te komen en om aan te komen lopen en om de deur 's morgens open te doen van je eigen kamer. Je moet eerst even het raam open doen om de muffigheid eruit te spoelen. Maar voor de rest waan je echt in een andere tijd. Ik hou heel erg van die tijd en ik hou heel erg van het strakke, van het zakelijke. En dan doet hij het op zo'n elegante manier. Ja, dat is alleen maar mooi om in te werken.
En vooral, nou ja, weet je, en voor mij geldt, het is niet alleen maar de esthetiek, hè? Niet alleen maar dat het gewoon mooi is waar je in werkt, maar als je ook ziet wat hij daarnaast heeft gedaan. Voor hem was het een hele manier van leven. Dan denk ik van ja, dan zie je dat het voor Hilversum qua karakter, dat hele Dudok toch wel heel belangrijk is. Ik vind echt dat er in een monument moet ook geleefd kunnen worden. Het kan niet zo zijn dat het van die lege decorstukken zijn. In die zin moet je ook echt voelen dat het bruist en dat het leeft en dat er warmte is in zo'n gebouw. Als er niks in gebeurt, dan is het ook een doodsomgeving. Voor Hilversum is Dudok ook wel heel erg belangrijk. En het is ook ongelooflijk dat deze man zoveel ruimte heeft gekregen. In jaren 20, jaren 30. Dat hij ook zoveel vrijheid heeft gekregen om dit allemaal zo neer te zetten. Dat zou je in deze tijd bijna niet meer kunnen denken. Maar daarom heeft het ook zo'n bijzonder karakter gegeven. Achteraf gezien ben ik heel blij dat ze deze man zo hebben vertrouwd toen. Dat heeft een zeker soort, ik zou bijna zeggen, volkse monumentaliteit heeft het. Door middel van die vijvers en de entrees en zo. En ja, die trouwzalen. Het heeft toch een soort, ik vind het ook heel feestelijk, dat gebouw. En dat is natuurlijk, het bestuur van een stad. Is, eigenlijk moet een feest zijn, min of meer. Dat je het voorrecht hebt om voor anderen dingen te doen. En dat straalt het gebouw ook uit. Prachtig gelegen, mooi begrijp je, het heeft van kleur is het mooi. Het is ook het is een mooie compositie en die buitenruimte eromheen is erg mooi. En ook van binnenuit naar buiten toe, als je in die gangen kijkt met die vijvers en dat ziet er allemaal, dat vind ik erg mooi, dit. Dat vind ik heel mooi. En wat ik ook heel mooi vind aan het werk, maar ook aan het stadhuis, is dat het enerzijds een heel sterk concept is, aan de andere kant prachtige details heeft. Ik hou van dat verschil tussen het idee, het concept en het detail. Het kleine en het grote. En alles wat ertussen zit, dat moet bij elkaar passen. Maar de details moeten het concept niet stuk maken en het concept de details niet. Als dat herkenbaar is, en daar kunnen meubelen aan meedoen bij wijze van spreken, dan vind ik dat iets een bijdrage is aan morgen. Wijken die hij voor Hilversum heeft aangelegd, de hele sociale woningbouw die hij hier op poot heeft gezet, de hele filosofie die erachter zit, dat iedereen het recht heeft om mooi te wonen. Dan denk ik van ja, dan zie je dat het voor Hilversum qua karakter, dat hele Dudok toch wel heel belangrijk is. Het is echt een manier van bouwen. Niet alleen een gebouw, maar ook de samenhang van de gebouwen en de vorm van de straten, de vorm van de wijken. Het is eigenlijk alles in Hilversum. Is een tijd geweest dat er minder aandacht voor monumentenzorg is geweest. En je merkt dat nu vanuit de hele gemeenschap, allemaal websites, allemaal. Je bent Hilversummer als, weet je. Iedereen haalt die monumentjes of die wieltjes uit het centrum weer naar boven. Dus er is heel veel draagvlak voor monumentenzorg.
mensen in de stad die willen ook heel graag dat ze inderdaad die oude pandjes weer gaan koesteren en dat we er weer wat mee gaan doen. Dus je merkt ook wel, er is ook wel veel welwillendheid. Vroeger werd altijd gebouwd om te bouwen en vooral veel nieuwe stenen. En nu hebben we ook als college gezegd, nee, we gaan nu ook weer investeren in de oude stenen. Het is echt een zaak om te kijken of je mensen ook zo gek krijgt om in een monumentaal pand te investeren. Het is natuurlijk niet echt super commercieel. Het is ook niet zo dat je hier super veel op gaat verdienen. Maar ik denk dat er ook absoluut ook gebruikers zijn die wel de meerwaarde van zo'n monumentaal vastgoed zien. Ik was eigenlijk al langere tijd op zoek naar een gebouw om een plek te hebben waar creatieve bedrijven zich vestigen kunnen en kunnen starten. En in juni 2012 heb ik de mogelijkheid gehad om de school te kopen. De fan zei van Dudo kun je volgens mij niet zijn, want dat is net zoals liefde, dat groeit. In het begin is het gewoon een gebouw en dat spreekt je wel aan, maar je weet eigenlijk natuurlijk niet waarom. He, dus het heeft wel iets, dat is net zoals een schilderij, het heeft iets, maar je krijgt er een soort kriebel van in je buik, maar je weet eigenlijk niet waarom dat is. Nou ja, als je dan beter gaat kijken naar het pand, en je gaat naar de materialen kijken, en je gaat naar de kleuren kijken, ja, dan besef je wel dat dat toch wel heel iets bijzonders is. Dat het niet zomaar stenen op elkaar zijn, maar dat die stenen een kleur hebben, dat de voegen een kleur hebben. Ja, en dan wordt eigenlijk alles bijzonder ineens. Dan worden de tuinmuur en alle kleine details worden ineens heel bijzonder. Ja, en dan word je echt verliefd. En dan ontstaat ook vanzelf het respect. Maar ik denk, als je mensen sowieso zo naar dit pand laat kijken, is het gewoon twee vierkante dozen eigenlijk. De gymzaal en het lange schip waar zeg maar de lokalen zitten. Ja, dan kun je denken van ja, wat is hier nou bijzonder aan? Maar als je dan... als je dan gaat kijken naar ook de mechanische bouw, gewoon de stalen kozijnen, het Belgisch hardsteen dat gebruikt is voor de vensterbanken en de manier waarop het regenwater afgevoerd wordt. Ja, en duizend andere details, kleurstellingen, gewoon gewaagd materiaalgebruik voor die tijd. En tegenwoordig nog steeds, ja, dan val je helemaal eigenlijk perplex achterover. Er zijn in dit pand ongeveer vijf kleuren tegels gebruikt, geel, blauw, zwart. En die zijn op heel veel plaatsen gewoon weg. En die moeten dus nu opnieuw gebakken worden. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar tegenwoordig worden tegeltjes gewoon in grote lappen gemaakt en vervolgens gezaagd in stukjes. Nou, vroeger was dat niet zo, werden tegeltjes echt per stuk gebakken. En die hebben dus dan ook afgeronde hoeken. Nou, dat willen we graag ook. En er is maar één bedrijf wat dat in Nederland nog kan, en dat is de Koninklijke Tichelaar. En die hebben dus van elk tegeltje wat hier in het pand is, hebben die een proefexemplaar. Nou, en als dat bevalt, dan worden al die tegeltjes vervangen en worden al die pilaren gerestaureerd. Het ziet er nu nog een beetje armzalig uit af en toe, zodat die tegeltjes weg zijn. Maar goed, we hebben lange adem en dat is ook helemaal niet zo erg. Prachtige hardhouten mooie ramen, die zaten er helemaal nog niet zo lang in, maar die moesten allemaal uitgesodemieterd. Kijk, toen we die grote ramen hadden, dan hadden we een stok met zo'n spons en dan kon je het zo doen en dan bovenop de trekker erop en dan met de trekker. Nu moet je op een trap staan, maar ik mag van mijn kinderen met mijn 87 niet meer op de trap staan. En ik van mijn jongens heb ik bij 85. Dus. Ja, want ik denk wel eens, ergens ben ik een beetje blij dat je dan hier niet woont. Want
voor vrouwen zou het niet zo lekker zijn, al die kleine ramen. Ik kan beter een groot raam hebben, maar ja. Dudok had het zo. Nee, want dan denk ik ja, even ik praktisch, weet je. Dan moet je het ook in de lichte tijd zien, hè? Ja, ja, ja. Oh, je zet het spuis. Ja, dat is waar. En om een beetje het indruk, ja, het is een andere straat. Maar ja, vroeger zag het een beetje zo uit, maar overal van die parkeerhuis. En de straat hoort er eigenlijk een beetje zo uit. Ja. Dit is niet deze straat, maar om een indruk te geven, het is wel anders. Ja, zonder die auto's. Dat zou logisch zijn. Want ik weet dat, ja, want weet je, dit is ook allemaal gerenoveerd, dus ik denk haast dat dat dan van een woningbouwvereniging is. Ja, ja. Wat heb je gedaan? Ja, ja, ja. Dan haal je de kamer op en dan begint dus eigenlijk de slaapkamer. Dus eigenlijk sta je op zo'n hoogte bij dat raam, daarboven. En dat heeft hij altijd bewust gedaan. Want hij heeft ook in Amsterdam gewoond en hij had er een ontzettende hekel aan als mensen zo uit het raam maar stonden te praten met elkaar. En hij wilde dus eigenlijk, daarom heeft hij ook heel vaak muurtjes bij de huizen gedaan, want hij hield wel van sociale gezelligheid. Maar doe dat dan hier op het muurtje en ga niet zo hangen. En dus heeft hij bewust, als je het op zo'n hoogte, kan je eigenlijk niet naar buiten hangen. En dat is ook, dat kan je ook in heel veel van zijn poortgebouwen zien. Dan maak je een poortje zo gezellig. Ga dan daar lekker met elkaar staan te kletsen en te doen. Ja. Want die poorten van hem zijn ook vaak heel breed en ook heel gezellig. Met een raam aan de zijkant. Maar dat was eigenlijk bewust. Hij wilde niet dat je zo op een beetje ordinaire manier naar beneden stond te babbelen. Ja. Kijk, als je goed en veilig kunt wonen en betaalbaar, dan heb je zeg maar een soort draagvlak om je verder te ontwikkelen. Als het allemaal ingewikkeld wordt en je moet een hoge huur betalen, wat ben je niet bezig van, zullen we eens een cursus gaan doen? En dat was hier wel zo. En daarmee heeft hij dus echt een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie. Ik vind dat voort in zijn werk onderbelicht. Hij wordt vooral dus naar hem gekeken als ontwerper, terwijl het ook een soort ideoloog was. Het is de opzet van dit hele plan met die voortuinen. Het is waarbij je een communitygevoel stimuleert. Ja, die man heeft zich dus echt ingeleefd in en wie hier gingen wonen. Maar ook had hij een visie, een ideaal op zeg maar, de ontwikkeling van mensen. En dat vind ik ook het bijzondere van zijn scholen. Daar zie je ook van hoe liefdevol die zijn ontworpen. Dus hij heeft echt bedacht van als kinderen moeten zich prettig voelen om goed te kunnen rekenen en schrijven en noem maar op. Voor hij had dus echt zeg maar, uitgesproken ideeën over wat dan nodig was om mensen zich prettig te laten voelen. Zodat, dus er zit ook wel een soort ideologie in. Ik heb de man niet gekend, maar ik denk dat hij echt een groot hart had, anders had je nooit zo mooi kunnen ontwerpen. Het zijn, wat zou ik zeggen, ik vind het een beetje monumenten van het onderwijs. En hij heeft echt scholen gemaakt, daar ging je ook naar school. Zoals je dus ook naar de kerk ging vroeger, naar het museum ging en dat alles zijn eigen identiteit had. En die scholen hebben een sterke identiteit. En ik denk dat dat de grootste kracht is van die scholen. En ze zijn natuurlijk heel mooi gesitueerd. Er zijn altijd goede speelplaatsen bij, de relatie met de omgeving is goed. Kinderen voelen zich thuis. Want ja, school is natuurlijk toch een tweede thuis, in principe. En het zijn ook hele grote woonhuizen, vind ik het een beetje. Begrijp je? Het zijn identieke grote woonhuizen waar je dus les krijgt. Dat vind ik het mooie aan die scholen. Dudok heeft in verschillende stijlen gebouwd. En deze tribune is een prachtig voorbeeld van zijn Amsterdamse schoolstijl. Dudok speelt met vormen, hè, zoals je ziet. Die verschillende houtbewerkingen, die konden allemaal toegepast worden, omdat het materiaal zelf was wel duur.
Maar de mensen die eraan mee moesten werken, die verdienden eigenlijk niet zoveel geld. Dus men kon heel erg veel met die materialen doen. Men mocht er veel tijd aan besteden. Het waren kundige mensen die dat deden. Vaklui. En dan zie je ook wat daarvan terechtkomt. Het is ongelooflijk speels hoe die verschillende houten delen op elkaar zijn neergezet. Als kinderen goed kijken, dan zien ze dat het iets bijzonders is. En als ze het ook als bijzonder ervaren, dan lijkt het mij logisch dat je dan ook er iets van aangeeft van wie de bouwer daarvan is geweest. En dat het een meneer is die 100 jaar geleden hier is begonnen daarmee. En dat het een hele specifieke bouwstijl is. En dat het van een bijzonder mens is. En daar vind ik het van belang dat ze het toch weten. Dat ze het ook herkennen. Ze moeten ook leren herkennen. Ja, de gebouwen, de scholen die Dudok ook gemaakt heeft. Dat vind ik persoonlijk van belang. Komt er weer al. Ja, mooi dat het goed. Ik heb een bijzondere opdracht gekregen als componist van de Oranje Harmonie uit Hilversum. Die bestaan 90 jaar. En ter gelegenheid daarvan willen ze graag een werk hebben met iets toepasselijks. Ik heb toen voorgesteld om de figuur van Dudok centraal te stellen in het stuk. En gaandeweg kwam ik erachter dat ook dat stadhuis, met name dat gebouw, dat een rol zou moeten spelen in het stuk. Dat is al een heel ding natuurlijk, maar dan heb ik nog geen noten. En ik heb al vaker gewerkt met namen van een persoon op noten gezet. Ik heb het nu, zoals dat heet, diatonisch gedaan, met de naam Dudok, dus 5 letters. En Dudok, dat is dan op noten gezet. DGDAD. Want de K is ook een D. Dus we hebben maar 3 verschillende tonen. En dat is dat eerste gedeelte. Dan komt dat hogere gedeelte. En dan komt die toren. Dus tegelijkertijd blijkt gewoon, dat is gewoon geluk voor mij, dat die naam eigenlijk al dat gebouw is. Zo'n melodielijntje, dat is dus een soort ornament. Zoals Dudok ook veel elementen gebruikte om het gebouw mee te versieren. Maar bij zo'n groot gebouw, met die grote vlakken, vallen die soms een beetje weg. Als je niet goed kijkt, dan zie je vooral die vlakwerking en die details. Ja, daarvoor moet je echt met aandacht kijken. We gaan vanaf ongeveer 8:30, misschien iets eerder, tot de pauze, gaan we Dudok doen. Met natuurlijk het commentaar van Rob daarbij. Even kijken. En hopelijk hoort hij dat we eraan gewerkt hebben met elkaar. Ja, daar gaat hij. Hebben we nog steeds een heel klein wachtmomentje erin zitten? Ja, vind ik ook, ja. Tori, rodi, rodi. Ja, precies. Het crescendo mist. Ja, ja. Hebben we uitgedund? Thank you.
die rol die zo'n gebouw dan in die gemeenschap vervult, die moet natuurlijk ook naar voren komen. En denk ik dan ook in begrijpelijke taal, dus ook in muziek, waarvan de mensen denken, hé, dat vind ik leuk. He, net zo goed als dat je dat gebouw ziet staan en dat je gewoon denkt, goh, wat een mooi gebouw is dat, zonder dat je ook maar iets weet van architectuur of wat dan ook. Wat altijd heel typisch is voor dit gebouw, is dat het een massa heeft waarbinnen mensen heel prettig kunnen werken. De muren kunnen veel hebben, zal ik maar zeggen. Dus het is zo dat als wij werken vaak met grote teams tegenwoordig. Tegenwoordig worden er fotoshoots gedaan. Het zijn vaak 30 tot 35 mensen, soms ook maar 6. Maar dat maakt niet uit. Bij creatieve processen is er altijd spanning. Het is wel zo'n massa dat die spanning gewoon lekker weg kan vloeien. En ik zie tegenwoordig in nieuwe gebouwen of nieuwe fabriekshallen of kleine studio's, ja, dan zijn het toch wel dunne muurtjes. En dan blijft die spanning zo hangen. En hier, als je hier binnenkomt, dan voelt iedereen zich meteen thuis. Ook al zijn ze hier nog nooit geweest. En dat maakt het pand natuurlijk wel heel bijzonder. Hoe kan dat nou? Is dat architectuur? Ja, natuurlijk is dat architectuur. Dat is het gebruik van het materiaal, de kleuren. Aan de ene kant de statigheid en de rechtheid van en de lijnen van het pand. Dus eigenlijk weinig emotie en creativiteit. Aan de andere kant gewoon de tegeltjes, de doorkijkjes. Het warme en met zorg bedacht materiaalgebruik, ja, dat is eigenlijk, dat zou veel vaker mogen gebeuren, zou ik maar zeggen. Ik denk dat het helpt als je niet economisch denkt, dat je laat leiden door je hart en je passie, dan wordt het mooier. En ga er dan maar vanuit dat als het mooier wordt, dat het dan uiteindelijk ook gewoon voldoende oplevert om er te kunnen blijven wonen of om er iets te kunnen blijven doen. Dus ik denk gewoon dat je lekker gek moet zijn en dat je vooral je hart moet volgen en dat je moet blijven luisteren naar jezelf. En dat dan gewoon echt hele mooie dingen ontstaan, zoals hier in Old School Projects. De hazelnoot en de hakkie grof, niet te fijn. Doen we samen met de suiker, het zout en het vanille-extract in een kom. Dan hebben we de boter en de olie. De boter, de roomboter voor de smaak en de olie voor de smeuïgheid en ook dat hij in de koelkast goed blijft. Dan kunnen de eieren erbij, één voor één. En even goed doorkloppen naar ieder ei, tot je een mooi romig geheel hebt. Daarna mag de bloem met het bakpoeder erbij. En probeer dat er een beetje doorheen te spatelen, niet als een gek gaan roeren. En dan als laatste de stukjes hazelnoot die we net geroosterd hebben. Dan gaat het in de ingevette bakvorm. En dan bakken we het in de oven in ongeveer 35 minuten gaar. Het idee is begonnen bij Nicolien van Voonhoven. Zij wilde heel graag iets speciaals doen. Iets echt feestelijk bij het Dudokjaar. En zij bedacht, hé, daar hoort eigenlijk een gebakje bij. Voor de voorstellen. Ja, het is best wel lastig om vanuit niets natuurlijk een gebakje te bedenken. We zijn eerst een beetje begonnen met waar associëren we Dudok mee? Wat is Dudok? Hoe zou je Dudok vertalen naar smaak, uiterlijk? Wordt het een taart? Wordt het een petit four? Wordt het een reep? Wordt het een gebakje? Volgens mij waren we het wel vrij snel over de vorm eens. Het rechthoekige, die specifieke vorm van zijn bakstenen. Dat we dat wilden terug laten komen in een gebakje. En daar zijn we verder op gaan borduren. We zijn ons gaan verdiepen in zijn... Ja, wie was meneer Dudok eigenlijk en hoe werkte hij? Ja, en qua smaak, ik vond dat geel moest terugkomen. Dat geel wat in die baksteen zit. En daardoor kwam ik op citroen. En toen kwam Rutger met, jij wilde iets met hazelnoot. Ja, die combinatie die verraste ons ook wel. Want ik was weer een beetje verrast toen jij met citroen kwam. Want dat was niet waar mijn eerste associatie lag. Maar uiteindelijk met het hazelnoot erbij combineerde het echt geweldig. Thank you.
allerlaatste wat Dudok heeft gemaakt. Dus na al zijn gebouwen zitten zijn allerlaatste. Hij was eigenlijk al gepensioneerd. En hij heeft hier een heel, heel eenvoudig plan eigenlijk neergelegd. Dus heel rustig, dus gekuimd metselwerk. Maar alle gebouwen staan op een plint. En dat is heel consequent doorgevoerd. Het is een hele donkere plint. En het komt dan verder alleen nog terug in de dakranden. Het zijn nog zwarte dakranden. En er komen eigenlijk twee kleuren nog voor. Eén is in de zuilengalerij, is felblauw. En dat felle blauw is een weerspiegeling van de hemel. We hebben nergens terug kunnen vinden waarom het blauw is. Maar het is een heel fris kleuraccent. En er is nog een tweede kleur. En die is heel afwijkend. En dat is rood. Een diepe kleur rood. Voor alle publieke entrees is rood toegevoegd. Die consequentie die erin zit, die heeft een kwaliteit. En dat is wat iedereen waardeert en wat iedereen ziet. Dat je van grote tot een kleine schaal erover na is gedacht. En dat voel je en dat zie je. En niet iedereen kijkt daar direct naar, maar je voelt het wel. Dus als je er heel specifiek naar gaat kijken, dan herken je die consequentie. En die van die grote naar die kleine korrel. Dus het is terug van het hele grote gebaar. Want je komt aan op dat plein en je hebt een hele imposante grote galerij. Dus dat is echt de eerste grote emotie. Gaat het terug tot helemaal in dat kleine vierkante patroontje wat dan overal weer herhaald wordt. En zijn idee was, daarna kom je in een systeem met hele lange lanen. En om juist die lange zichtlijnen en de rust daarvan nog eens te benadrukken, loopt bijvoorbeeld het terrein aan het einde 5 meter op. Dus er zitten dat soort visuele trucs in om de juist heel rust en lange zichtlijnen te creëren en brede lanen te maken. De ingrediënten, de receptuur, de smaak. Is goed. En ja? Doe meer, weet je, bij leidend, het Dudok. Ja. Voor jullie een bijzonder Dudokje gemaakt. Wij zijn Inke en ik maak hal en maak bijzonder brood en banket. En naast mij staat Rutger en die won Heel Holland Bakt in 2013. De cake zelf is een stevige hazelnootcake. Met de geroosterde hazelnoot eigenlijk ook als gouden elementen terug die je ook in het raadhuis vaak terugvindt. En juist als tegenhanger van de wat stevigere hazelnootcake hebben we een citroencremeur erin gedaan. En dat is de frisse vulling die ook weer naar de frisse blauwe en groen tinten correspondeert die jij gebruikt. Dus eigenlijk hebben we geprobeerd om zo een beetje het gevoel van Dudok in het gebakje te brengen. Het belangrijkste wat ik vind is dat het een hele unieke smaak heeft, want ik heb het nog nooit eerder gegeten. En dat betekent dat volgens mij alle kansen erop zijn om het in Rotterdam, in het Dudok Café, in Den Haag in het Dudok Café en misschien wel in India, in Calcutta, in de bioscoop te verkopen. Maar in ieder geval in heel Hilversum, op ieder terras, vanaf nu Dudokjes eten. Ja, familie in de gebaks, bordje. Ik ben er blij mee. Echt heel blij. Ja, cool. Dan zal ik nog een gebakje eten. De hoofdopgave was, wij willen heel graag de dienstverlening uitbreiden met een crematorium. En het crematorium dat komt niet alleen. Dat is in principe de ruimte waar de oven staat. Maar je hebt ook een ruimte van de dienst die ervoor plaatsvindt en de koffie die erna is. Dus wat we hebben gedaan, we hebben gekeken welke gebouwen staan er en hoe kunnen we die nieuwe routing, de nieuwe vracht aankoppelen. Oorspronkelijk was dit een kantoortje.
Hier stond gewoon de opslag voor het tuingereedschap. En dat was de woning, de beheerderswoning. Nu er een crematorium komt, dan wil je graag dat de diensten gekoppeld worden met de koffieruimte ook allemaal aan het voorterrein. De bestaande dienstwoning wordt nu uitgebreid met een koffieruimte. En het idee was om de koffieruimte hier te plaatsen. Is ook een link met de architectuur met Dudok. Want wat Dudok heeft gedaan in zijn aula, hij heeft één raam gemaakt aan de achterkant. Met een heel, heel lange zichtlijn over de begraafplaats. Dus dat is je eerste rustpunt. En je tweede rustpunt is dan na de dienst in de koffieruimte. En ik kijk hier helemaal uit over de Hoornboegse Heide. Dat is prachtig. Dus dat hebben wij ook opgepakt en naar hem doorgezet. En ook tot een detail proberen door te voeren. Maar dan wel met een nieuwe, moderne laag. Want we vinden wel dat je mag wel zien, je voegt iets nieuws toe. Een nieuwe functie uit een nieuwe tijd. Dus hoe kunnen die twee iets samen doen, maar ook wel zien dat er twee verschillende tijdslagen zijn. Ik hoop dat hij zou denken dat het een nieuwe tijdsgeest is die er iets aan toevoegt, maar wat er wel bij aansluit. En dat het, ik hoop dat hij dan zou kunnen zien dat het een vertaling is van zijn gedachtegoed naar een nieuwe eigen tijdsinterpretatie. Hij is 100 jaar geleden in dienst gekomen van Hilversum. Dat we dat vieren, ja, dat is natuurlijk meer dan logisch. Maar hij verdient meer aandacht. We zouden er eigenlijk meer van moeten maken. We doen vandaag twee dingen. We openen allereerst het Dudokjaar en we openen het Dudok Architectuurcentrum. Epke, onder beneden.
Dames en heren, goedemiddag op deze heerlijke middag. Thank you.